een beetje in de war. Vorige week hadden we constant... Wij samen een beetje. Okay. Vorige week hadden we het constant over de lente. Ja. En nu weer over de zomer. En nou weer over de... Want dit is one summer, ja. Ja, maar dat geeft niet. Het gaat helemaal met deze, nergens met deze temperaturen buiten, dan krijg je gewoon zin in de zomer. Meestal ga ik, voordat we de tune-in starten van wie heb ik aan de lijn, ga ik de artiest even bellen. En dan krijg ik hem aan de telefoon. En blijf je even hangen. En dan gaat het allemaal vanzelf, zeg maar. Een leien dakje. Maar op dit moment, we gaan het even live demonstreren. Dames en heren, jongens en meisjes. Let op, Richard gaat nu iets intoetsen met zijn dikke vingers. Ja. Nou, Dick valt mee, hoor. Oh. Vraag mevrouw maar. Maar goed. De telefoon gaat over, dus ik gooi hem er alvast op. Zo. Ja. En dan horen wij... Het Struilak. Hey! Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo! Hij is er wel. Ja, ongelooflijk. Goedenavond, Ed. Goedenavond, hallo. Richard Paddenhuis, geruis met Paddenhuis. En Philip Jong. Hallo. Hallo. Wist je dat we jou gingen bellen, of niet? Nee, eigenlijk niet. Ik zit ook namelijk meer in een luistersessie met mensen die een wedstrijd gewonnen hebben. Die zijn in een plaat aan het luisteren. Oh, dat meen je niet. Ben ik live in de uitzending? Ja, je bent live in de uitzending. Ja. Okay. Ik dacht dat dat besproken was met onze producer, maar zo te horen dus niet. Nou, ik staat me niet echt iets van bij, dus ik... Nou, okay. Ik wil het even kort tegen je zeggen. Jij wordt de nieuwe Radio Westerwolde antenneschijf. We gaan jouw plaat de hele week draaien, zeg maar. Hé, hey, wat gaaf. En ik denk, ik ga jou even bellen, maar goed, als je druk bezig bent, dan... Gaan we het heel kort houden. Kan dat? Nou ja, het ligt eraan hoe lang is kort en hoe kort is lang. Nou, meestal... Ja, meestal een kwartier, maar in jouw geval gewoon 3 minuutjes. Gekheid. Vijf minuutjes ongeveer. Is dat te lang? Ja hoor, dat kan wel. Ja, nee, dat kan wel. Nou, super. Tof. Hey Ed, hoe is het met je? Ja, voor mij ga je als een speer, of niet? Als een raket. Ja. Ed raket. Ja. Ja, hoe is het ook mogelijk? Maar jij bent zowel DJ als artiest. Ja, dat klopt. Ja, DJ, ik wil mezelf niet echt DJ noemen hoor. Dat is meer een soort van hobby ding waar ik gewoon ingerold ben. Nou, ik heb zonder ervaring. Dus, ik heb jouw uitzending van de week even in de auto beluisterd. Die kun je gewoon downloaden via Kex Radio. Ja, ja ik denk, klopt. Ik zet hem even op een mp3-stickje en ik heb dat even beluisterd. Maar het klinkt toch goed? Vind ik wel. Nou, dankjewel man. Nee, dat meen ik echt. Serieus. Nee, klinkt gewoon leuk. Leuke muziek. Een beetje singer-songwriter en daar ga je volgens mij eigenlijk bij voor, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, dat is wel wat ik zelf ook doe. En dat promote ik ook een beetje op de radio. En ik vind dat toch iets... ik hou van mooie liedjes. Ja, dat is het eigenlijk, bottom line. Ja, wij ook hoor, heel eerlijk. Wij zijn ook een beetje van de singer-songwriter. En top 40 draaien we ook wel. Maar dat is wel onze, voorkeur. Maar de band Stud Muffins, is het daar echt begonnen voor je? Nee, het is al wel eerder begonnen. Het is... begon eigenlijk op het moment dat ik Eric Clapton op tv zag met zijn rode stratenkaster. Yes, oké. Okay. Toen begon het. Toen was ik een jaar of 9. En ik ben nu 32, dus ja. Het duurt. Okay. Het is wel even aan de gang. Ja, precies. Hé, maar in januari, dan gaat het gebeuren, hè, je album. Ja, klopt. Ja. Hij is al helemaal klaar. Hoesje is al klaar. Hij is helemaal klaar. Ja, er zitten nu hier 10 mensen in de studio die een wedstrijd gewonnen hebben door de single te downloaden via iTunes. Okay. Die zitten nu voor het eerst de plaat te luisteren. Dus dat is super spannend. En hoe zijn de reacties? Heb je al wat reacties gekregen van mensen? Ja, mensen zijn hartstikke enthousiast. Ja, ze zijn er nog volop bezig. Ze zijn nu bij nummertje 5. Oké. En van de 12. Dus ik zie allemaal lachende gezichten, dus het ziet er goed uit. Nou, super. En klinkt het ook echt als Face Down, al die andere nummers? Of ga je ook een hele andere kant op? Ja, er zitten ook wel wat meer duistere uitstapjes bij. Face Down is wel echt een hele vrolijke noot. Ja. En er zijn nog wel wat andere echt vrolijke liedjes. Maar ja, de plaat heeft toch wel meerdere gezichten. En dat maakt hem denk ik wel interessant om naar te luisteren. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik ga hem zeker ook even via iTunes downloaden straks. Even luisteren. Nou, gaaf. Ook in januari. Kan ik in ieder geval weer boodschappen doen. En dan stijg je ook weer een plaatje in de top 40, toch? Of hoe zit dat nog? Ja, nee. In de albumcharts, zo, als die uitkomt. Nou, daar gaan we gewoon ons best voor doen. Ja. Hé, wat heb je gegeten? Geweldig. Wat heb je gegeten vanavond? Ik heb de daghap gegeten. Oh, vertel. En dat was iets met kip en rijst. Het was wel lekker. Het was heerlijk. Oké. Okay. Dat was mooi. Het was best wel pikant, dus ik moet, denk ik, morgen heb ik toch wel een uitdaging. Ja. Moet er alvast de uiensalf mee of zo? Ja. Goed invetten die handel. Ja. Dat helemaal goed. Hey Amerika, is dat jouw uiteindelijke doel om daar echt door te breken? Of zeg je van, hoeft voor mij niet zo nodig? Nee, dat hoeft voor mij niet zo nodig hoor. Ik, Amerika is zo groot en als Nederlandse muzikant in Amerika doorbreken is denk ik wel een droom die iets te ver van mijn bed is.
Maar ja, dromen mag altijd natuurlijk. Dus ik weet, weet je wel. Nou, ik denk het niet. Als je je single, als ik die beluister en de hele cd klinkt zo, dan maak je naar mijn idee wel een goede kans. Dat meen ik echt. Het klinkt heel Amerikaans. Je hebt in Nederlands ook wel eens opnames dat je hoort van ja, die is echt in Nederland opgenomen. Maar dit is een opname dat ik zeg van nee, het klinkt gewoon Amerikaans. Gewoon goed. Over de grup. Gaaf. Ja. Ja, dat was ook wel de bedoeling. Dus dat is wel, ik ben blij dat het overkomt. Oké, ja, nee, dat is ook echt zo. Dus deze week word jij gebombardeerd tot Radio Westerwolde antenneschijf. En dat houdt in dat je de hele week te horen bent bij ons. Waarschijnlijk om de 2 uur, dan komt jouw plaat voorbij. Gaaf man, dat vind ik echt heel leuk. Ja, nou, graag gedaan bij deze. Alsjeblieft. Gek. Kerks Radio nog even kort. Elke maandag van 12 tot 2, hè, ben je daar te horen, hè? Van 12 tot 1. Oh, van 12 tot 1. Eén uurtje. Tweede uur wat ik had, dat heeft Eddie Zoe nu. Dus er zit gewoon wel nog steeds een ad, zeg maar, van 12 tot 2. Alleen ja, het is even een uurtje minder geworden en dat is prima, want ik heb het behoorlijk druk. Ja. Dus ik moet zeggen dat het wel lekker is om gewoon even in één uurtje vol te vlammen. Ja, precies. Oké. Hey Ed, mag ik jou even bedanken? Je moet gauw weer naar je luisteraars toe, denk ik. Ja, ik ga snel naar de mensen thuis die niet meer thuis zitten, zeg maar. Oké, dat is Hey Ed, bedankt voor het korte interview. Hey, jullie bedankt, jongens. Te gek. Ik vind het echt super gaaf. Meen ik oprecht. Goed zo. Graag gedaan en alvast een heel goed weekend. Ja, insgelijks. Groeten. Hey, en succes. Oké. Hoi. Dit is de nieuwe Antenneschijf. Face down.